Digitale middelen om je helemaal uit te kleden en hoe onze hersenen kunnen verbeteren om betere mensen te worden. We doen dat steeds door wetenschappers in gesprek te laten gaan met de politiek. Want dat is wat het Raad van Nou Instituut doet. Al die technologische ontwikkelingen in het publieke debat brengen. En daarom beginnen we eerst met de politiek. Hij is namelijk jullie wethouder van Financiën en Stadsbeheer. Dames en heren, hartelijk applaus voor Sander Dekker! Sander, welkom hier bij onze talkshow, wethouder Financiën Stadsbeheer. Nou, we gaan nu eerst gaan we kijken naar jouw privacy, straks natuurlijk ook die van u. Hè. Na dit half uur is allemaal voorgekomen, pasjes, alles gaan we even bekijken wat we er allemaal mee kunnen. Maar eerst de privacy van Sander Dekker. En we doen dat met een onderzoeker op het gebied van stedelijkheid, ICT, privacy en ook robotica. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Floortje Damen! Floortje, welkom. Je hebt een boek meegenomen. Check-in, check-out. Nou, zal het over de OV-chipkaart gaan of zoiets? Nou, ook. De OV-chipkaart staat er ook in. Heel mooi boek is het. Er liggen boven ook nog folders van. Het gaat over digitalisering van de openbare ruimte. Nou, wat is dat? Het gaat over dat er steeds meer apparaten in de ruimte komen. De camera's, waar we het net over hadden. De OV-chipkaart. Maar denk ook aan je mobiele telefoon, die je steeds meer in de openbare ruimte gebruikt, waar internet op zit. Maar er staan ook beschrijvingen in van bijvoorbeeld Google Earth, wat we steeds meer gebruiken. En wat verzamelen die apparaten over ons? Wat voor identiteit bouwen ze op ons, over ons op? En ja, we eindigen met de vraag, je bent ingecheckt, maar kun je nog uitchecken? Kunnen we nog uitchecken? Nee, je hoort het niet meer. We kunnen er niet meer uitchecken. Nou ja, als we het toch niet meer kunnen uitchecken, laten we maar het beste van maken. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd. Sander, wat heb je allemaal bij je? Je TomTom, mobieltjes, paspoort, bonuskaart. Wat hebben we nog meer? Ja. Nou, zullen we zien. Ik vrees niet dat het veel is. Ik niet een keer je hand als maar een keer je broekzak om. Sander heeft vooral veel contant geld bij zich. Uiteindelijk komt het in. Ik heb pasjes en ik heb een... Geen olievaarspas. Heeft hij wel de OV-chipkaart? En ik heb hier een telefoon. Dat is een telefoon. Wat voor telefoon is dit? Smartphone. Ik neem aan dat er ook wel internet en GPS op zit. Jazeker, ja. Daar zit navigatie in de auto. En bonuskaart, heb je die misschien ook bij je? Zit die er niet tussen? Ja, hier, bonuskaart. Ah, Kees aan de bonuskaart. En je paspoort. Moet tegenwoordig je paspoort. Ja, ik ben bang dat ik vanavond in overtreding ben, omdat ik geen identiteitsbewijs heb. Sander heeft geen identiteitsbewijs. Ja, applaus voor Sander. Maar ja, iedereen kent ze natuurlijk, dus jij hoeft niet. Hè? Maar goed, wat kunnen we hier allemaal mee? Nou, een hoop. Hier kunnen we heel veel mee. Laten we beginnen met telefoon. Oh. Nou, de meeste van ons hebben wel een telefoon en dit is een zogenaamde smartphone. Dus daar zit GPS op, het navigatiesysteem. GPS staat voor Global Positioning System en dat is een systeem van 32 satellieten die om de aarde zweven. En op basis van 4 satellieten, als je telefoon daar contact mee legt, kan je dus kijken waar je zelf bent. Of doorgeven aan anderen via nou, bijvoorbeeld Google Latitude, waar je bent of... Nou, ze hebben nog allerlei andere toepassingen waarmee je locatie automatisch kan delen met je vrienden. Mocht je nou geen smartphone hebben, zelfs dan kan ook je locatie worden vastgesteld. Sterker nog, het is sinds 2002 in de wet vastgelegd dat als jij het alarmnummer belt, dat je gelokaliseerd kan worden. En dat is op basis van zendmasten. Dus die zendmasten meten dan de tijd
vanaf het signaal dat je telefoon uitzendt, daar naartoe. 3 zendmasten heb je nodig en dan kunnen ze dus ook vaststellen waar je bent. En tot slot de wifi-netwerken. Dus eigenlijk kan je met je telefoon, als je hem aan hebt staan, altijd gevolgd worden. Nou, Sander, het is natuurlijk hartstikke fijn voor als je een boef bent, hè, dan weten waar die is, maar jij dus ook. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind dat niet erg. En sterk nog, ik vind het soms ook wel makkelijk, hè. Als ik inlog met die telefoon in het buitenland en ik ben op zoek naar iets, dan ziet hij direct, oh, je bent in Frankrijk. Dus dan word je naar de Franse Google geleid. Nou, als je dan een restaurant opzoekt, dan hoef je niet eerst door al die Nederlandse restaurants heen, maar dan kan je direct wat vinden. Ik vind GPS heel erg makkelijk. Ik ben het kaartlezen een beetje verleerd inmiddels. Dat is wel mooi, dan hoor je dan ook van he, mensen die dan in Frankrijk op vakantie gaan en dan stopt de navigatiesysteem ermee en dan moet de ANWB worden. Maar dat is wel iets wat ik heel veel gebruik en wat heel veel gemakken ook. Ik zie ook dat je een OV-chipkaart hebt, dus ja. Dat je hier met het openbaar vervoer reist. Hoop discussie over geweest. Maar waar ik zelf wel benieuwd naar ben, want ik heb vaak ook wel als ik op verjaardag vertel wat ik doe, zeggen mensen, nou ik vind het geen probleem als ik gevolgd kan worden in het openbaar vervoer of als mensen mij kunnen volgen met je telefoon, want ik heb toch niks misdaan. Ik ben wel benieuwd, vinden jullie het probleem dat je gevolgd zou kunnen worden? Ja, wie wilde niet gevolgd worden? Ja, maar hou je in de gaten hoor. Jij en jij. Maar de meerderheid, laten we zeggen 2/3, vindt het dus oké om gevolgd te worden, toch? Of kan ze gewoon geen reden geven, dat kan ook. Ja? Beetje twijfelend. Nou ja. Hoe denk jij daar dan over? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, ik heb daar niet zo vreselijk veel moeite mee. Ik kan mij heel goed voorstellen dat de NS of de organisatie die OV-chipkaart doet precies weet waar ik geweest ben, maar dat vind ik ook geen punt. Net zo goed als dat als ik in de stad loop, ik me er heel goed van bewust ben dat er meegekeken wordt. Hè. Ik geloof dat we in Den Haag zo'n 200 camera's hebben hangen. Die worden ook direct uitgekeken op het hoofdbureau van de politie. Geen probleem. Nu sprak ik een tijdje geleden iemand van Google, die zei het is nu een opkomst dat jij bijvoorbeeld met je camera van je BlackBerry een foto zou kunnen nemen. Dat je die daarna in de Google-machine zou stoppen bijvoorbeeld. En dan op foto's gaat zoeken en dan kan er bijvoorbeeld, ik weet niet, op je Twitter-profiel of iets anders eruit komen. Dus dan heb je een heel andere manier van inzetten van die camera's. Hoe kijk je daar tegenaan? Dus dan kan je eigenlijk niet meer anoniem over straat, is dat? Nou, die waren niet meer op het internet staan. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat je daar heel goed naar moet kijken van is het nodig? Hè? Is het nodig om dat te doen? Laat ik een voorbeeld geven. Wij hebben inderdaad op straat geen camera's hangen die gelaatsherkenning doen. Maar als je bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd gaat in het ADO Stadion, dan hebben ze daar een nog veel verfijnder systeem van camera's. Die kunnen wel gezichten herkennen. Dat wordt ook gekoppeld aan een database van seizoenspassen. Dus ze weten precies wie is er in het stadion. En als er wat gebeurt, kan het ook herkend worden. En met geluidssensoren kunnen ze bijvoorbeeld zien waar spreekoren ontstaan. Dat is een veel effectiever instrument daarmee om rottigheid in zo'n stadion te weren. En ik heb zoiets, je wordt herkend en dan kunnen ze zien dat Sander Dekker op stoel X zit. Maar ik doe niks vervelends en ik vind dat helemaal niet erg. En als we die paar rapprijzen eruit kunnen vissen, dan vind ik dat eigenlijk alleen maar mooi. Ik zou het ook mooi vinden als die camera's uiteindelijk overal in de stad, dat je van die slimme camera's krijgt. Ja, nogmaals, ik weet niet of dat nodig is. Ik denk dat als je hier vanavond een biertje gaat drinken in het Statenkwartier, dan vraag ik me af van waarom heb je die dingen hangen en ze kosten ook vreselijk veel geld. En je hoeft niet iedereen altijd overal te volgen. Maar als er plekken zijn, hè, zeg maar hotspots, waar veel gebeurt, bijvoorbeeld rond stations, in de binnenstad, of in zo'n voetbalstadion, nou, dan ga je een afweging maken van wat weegt nou zwaarder? Is dat de privacy of de veiligheid? En als ik die keuze zou moeten maken, en die veiligheid is echt in het geding, dan kies ik uiteindelijk voor veiligheid boven prijs. Oké, nou laten we tot slot daar ook nog even een opiniepeiling voor doen. Als echt de keuze is tussen veiligheid en privacy, wie kiest voor de veiligheid? Ik zie heel wat vingers van. Nee. En wie kiest uiteindelijk voor de privacy? Ja. Is voor allebei. Ja, die heeft ze nu ook niet meer, hè? Ben bekend. Goed, nou, we hebben Sander even doorgelicht met alle pasjes, nummertjes, dinges. Nou, in de mobiel krijg je terug, je geld ook natuurlijk. En natuurlijk even een hartelijk applaus voor Floortje Dame.
En we gaan het nu hebben over de betere mensen. Oftewel, hoe kun je technologie inzetten om jezelf te verbeteren? Om net een steekje harder te rennen. En we doen dat met een onderzoekster op het gebied van de neurowetenschappen. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Ira van Keulen! Welkom Ira, en ook jij hebt natuurlijk een boek meegenomen. Dat heeft een prachtige titel, Van Vergeetpil tot Robotpak. Waar gaat het over? Het gaat over human enhancement, of wat je in Nederland mensverbetering noemt. Dat zijn eigenlijk je medische technologieën, hè, die je normaal gebruikt fysieke mensen om beter te worden. Voor therapieën, dat je die inzet voor gezonde mensen om hun prestaties, uiterlijk, etc. te verbeteren. Dus bijvoorbeeld plastische chirurgie, wat oorspronkelijk voor behandeling ontwikkeld is, wordt nu ook ingezet voor, om iemands uiterlijk te verbeteren. Je hebt doping, is natuurlijk een goed voorbeeld van wielrenners bijvoorbeeld, die EPO of andere middelen gebruiken om een sportieve prestatie te verbeteren. Om mensen te verbeteren, wat is je gevoel daarbij? Ja, heel dubbel. Zullen we het een beetje concreet maken met spullen anders? Nou ja, misschien moeten we dat maar doen. Want ik zit het, je had het over bijvoorbeeld doping bij sport. Ja. Ja, aan de ene kant, als we gaan hardlopen of gaan wielrennen, we gebruiken allemaal weer iets van extra proteïne en we doen allemaal iets in de sportdrankje, zodat we weer net 10 of 20% langer door kunnen fietsen. En dat is allemaal geaccepteerd. Maar waar trek je op een gegeven moment de lijn? Dat vind ik een heel lastig debat. Oké. Nou, we gaan hier de lijn trekken in het publiek. We gaan een aantal middelen gaan we doorlopen met Ira. En dan gaan we kijken of u dat wil of niet. Laten we het eerste middel eens even doornemen. Wat is dat? Ja, er komt hier een plaatje achter mij. Het schijnt er beta-blokkers. Ik weet niet of jullie weten wat het zijn. Dat is voor bloeddrukverlagers. Voor mensen met hartritmestoornissen. Maar dat wordt dus ook door gezonde mensen gebruikt. Om het vermindert namelijk het niveau van de stresshormonen. Dus als je stress hebt voor een... Omdat je een praatje in het houdt, dat is ik bijvoorbeeld. Maar ik heb het één keer geslikt voor mijn rijexamen. En, werkte het? Ja, dat werkte wel, zeker. Alleen je moet wel oppassen dat je hartslag niet te veel omlaag gaat. Dus er zijn wel bijwerkingen, maar redelijk minimaal. En heel veel muzikanten schijnen het ook te gebruiken voor een optredens. Zijn jullie aan de beta-blokkers? Maar ik geloof vooral klassiek. ik ben wel moeilijk. Okay. Dan gaan we dus even stemmen. En als we even allemaal gaan staan, zo, net als ik. In principe zijn we overal voor. Maar we gaan nu alle dingen gaan we even doorlopen. En als u denkt van nou, dat wil ik niet, dan gaat u zitten. Dus we beginnen met de beta-blokkers. Wie denkt, nou, beta-blokkers doe ik. Ja, hier gaat wel iemand zitten, daar gaan wel mensen zitten. Die vallen al af. De mensen die nu blijven staan, die hebben zoiets nou, zo'n beta-blokkertje, dat wil ik wel eens proberen. Pas de momenten wil ik dat wel eens even. Oké. Wat hebben we nog meer in de pillen? Ja, we hebben Ritalin in de aanbieding. Ritalin is een middel wat voor mensen met ADHD, dus een medicijn is om te slikken. En die verbetert je concentratie, maar ook vooral bij gezonde mensen. Mensen die denken van nou nee, dat doen we niet. Die gaan zitten, mensen denken... De nervositeit neemt een beetje toe en je wordt ofwel slapeloos of je... Je wordt slaperig. Maar goed, het is niet voor iedereen. Ja, dus niet iedereen heeft al last. Tijdelijk ben ik aan. Er gaan steeds mensen staan, dus het blijft leuk. We gaan even een trapje hoger. Wat krijgen we dan? Modafinil is een medicijn wat mensen met narcolepsie slikken. Het zijn mensen die te pas en te onpas in slaap vallen. Dat is een heel vervelende aandoening. Dus die blijven, om wakker te blijven, slikken zij dat medicijn. Nou, je begrijpt al wat voor gezonde mensen wat dat kan opleveren. Als je een nachtje door moet trekken. Zijn hoogleraar in Amerika bijvoorbeeld, een deadline van een artikel, een wetenschappelijk artikel. Nou, modafinil erin en je artikel ligt er. Maar goed, de bijwerkingen zijn nu al iets serieuzer. Ook niet voor iedereen, maar het zijn heel aparte, ernstige huidaandoeningen. Zelfs dodelijk, met dodelijke afloop, psychose, depressie. Dat gaan ze al, hè? Maar verbazingwekkend genoeg, je hebt een wetenschappelijk blad, Nature. Waar heel veel high-level wetenschappelijke artikelen worden geproduceerd. Hebben ze gevraagd aan de mensen die dus daar die dat artikel of dat tijdschrift lezen, daarvan gebruik toch
nou ja, 20% die gebruikt al deze middelen die ik nu noem. En zeker 35% gebruikt ook modafinil. En maar de Europese organisatie die zeg maar toelating van de drugs op de markt die regelt, die heeft gezegd van nee, liever niet voor gezonde mensen, alleen voor mensen met narcolepsie. Dus dit is wel even een doorbijtertje. Nou, we hebben nog steeds mensen staan. Sander is ondertussen gaan zitten. Sander, dit gaat jou echt te ver, begrijp ik. Ja, als je er allemaal hele enge dingen voor krijgt, dan moet je het maar niet doen. Nee. Er zijn grenzen. Kunnen we nog een tandje hoger hier? Ja, we kunnen nog één tandje hoger. Kijk, al die pillen die je slikt, dat zijn natuurlijk, ja, is ook invasief noem je dat, dat neem je in. Maar dit is een stapje verder invasief. Dat je een elektrode in het brein aanbrengt, wat nu bijvoorbeeld voor Parkinson patiënten heel veel wordt gedaan, wel die in het eindstadium van een ziekte of van de behandeling zitten, die dus niet meer goed reageren op medicijnen. Je krijgt een elektrode in het brein, heb je bij hier je sleutelbeen, heb je een kastje, een batterij, kun je aan en uitzetten. Dus dat is voor die tremor die Parkinson patiënten mensen bijvoorbeeld hebben om het te onderdrukken. Maar ook mensen met dwangneuroses, die dus echt 100 keer per dag hun handen wassen, die na zo'n operatie worden ingebracht. En dat is natuurlijk wel heel apart. De volgende dag heb je helemaal geen last meer ervan. Tenminste, dan was je nog 10 keer per dag je hand. Maar ja, dat is natuurlijk een hele aangename verandering. Ja. En voor mensen, zeg, voor gezonde mensen, ja, dat wordt natuurlijk nog niet ingezet. Maar ja, dat zou je in de toekomst kunnen denken als die technologie verder ontwikkeld, draadloos wordt, makkelijker in te brengen. Dan kun je voor allerlei dingen gebruiken. Er is zelfs een patiënt die dus voor dwangneurose werd behandeld. Die werd echt gelukkiger van. Die had echt een gelukkiger gevoel. Nou ja, dat is best iets waar mensen denk ik voor voelen. Maar goed, het is wel dus iets dat je... Ja, er zijn ook wel wat bijwerkingen. Depressie, hyperseksualiteit. Heel veel geld gaan uitgeven, fokken. Dus ja, de aansprakelijkheid hier is wel een belangrijke vraag waar we dan even goed over na moeten denken. Oké, onder het mes voor de geluksknop. U heeft nog een vraag erover. Ja, voordat we gaan zitten, gaat dit dan daadwerkelijk de hersenstructuur? Dat als je een tijdje doet, dat het dan zo veranderd is dat je daarmee bijzonder kan. Kan het ook echt die hersenstructuur, vraagt u? Ja, het is een methode die, wat je noemt, omkeerbaar is. Dus je kunt het aan- en uitzetten. Maar het is natuurlijk wel zo dat die elektroden die aangebracht worden in het brein littekenweefsel veroorzaken. En dan op een gegeven moment werkt het juist niet meer omdat het littekenweefsel in de weg zit. Maar het is dus geen blijvende therapie. Het is eigenlijk, ja, ze hopen natuurlijk dat je in de toekomst een andere therapie komt die echt die ziekte geneest. Maar dit is dus alleen een onderdrukking van het gedrag, zeg maar. Oké, de diepe hersenstimulatie. Het is de laatste in de rij. Wie durft nog? Als ik nog even weten waarom. Ja. Nee, wilt u het gebruiken? Ja. Ja. Ja, kijk eens aan. Nou, en daar zijn jullie het mee eens, zie ik. We hebben nog drie dames en we nog staan. Het ging mij even om met deze vraag van, wilt u het zelf gebruiken? Dus gewoon even kijken waar de grens ligt. Oh, oké, nou. Dus nu is er, zit niemand meer, of er is iedereen zit. Wij staan nog. Nee, ja. Wij gaan ervoor. Zet het nog even uit. Wij zijn jullie proefkonijnen. Ja. Ze is Kamerlid bij de PvdA, dames en heren. Een hartelijk applaus voor Roos Vermeij. We zijn een levendige markt in lichaamsdelen. En daarover gaan we praten met een onderzoeker biomedische wetenschap. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Ingrid Geesing. Ingrid heeft natuurlijk een boek meegenomen. En wat alles zou hier zijn. Nieren te koop, baarmoeder te huur staat erop. Ja. Kunnen we nieren kopen en baarmoeder huren? Daar gaat het boek inderdaad over. En om al meteen de deur in huis te vallen, ik heb helemaal een pietje meegenomen. Roos, wat doet een nier, denk je? Dat is vrij cruciaal orgaan voor je... Nou ja, voor je plassen. Wat iets meer zijn. Wat doet hij op de markt? Wat doet hij op de markt? Ja, nu ga ik echt helemaal nat. Maar spreekwoordelijk... Krijg je als je geen nieren meer hebt? Wat krijg je als je geen nieren meer hebt? Nou. Ik ga echt in blinde weg gokken. Ik weet er echt niks van. Ik heb van tevoren niet gekeken. Wat is niet de bedoeling? Zou ik zeggen, een paar 5000 euro? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. 5000 euro? Wie denkt dat het meer is dan 5000 euro? Even handen, ja. Koop of verkoop? Als ik een nier nodig zou hebben en ik moet hem kopen.
In Nederland, in het buitenland. Meer dan 5000, wie denkt? 5000, wie niet? Ja, ja. Roep eens wat. Wie denkt dat je hem ook onder de 5000 kan krijgen? In India. Ja, in India. Wie zou het verkopen voor onder de 5000? Ja, in India. In India, ja? Ja, kom maar. Ja. Nou, we hebben voor dit boek, we hebben een onderzoek gedaan, en met we bedoel ik mijn collega Chantal, Stevens en ik. En we hebben eens gekeken naar wat er nou allemaal commercieel zo beschikbaar is. Legaal, illegaal. Dus we hebben websites bekeken, we hebben verschillende lichaamsmaterialen uitgeplozen. Nou, maar met Nier te beginnen. We hebben bijvoorbeeld met een Nederlandse man gesproken, die zijn Nier op internet heeft aangeboden voor 60.000 euro. 60.000 euro. Ja, dat vind je dan? Nou ja, ik vind het verschrikkelijk. Misschien moeten we daar ook even bij vertellen waarom mensen dit soort bedragen vragen, maar ook waarom. Blijkbaar wil iemand ook 60.000 daarvoor betalen. Nou ja, kijk, het vervelende is, misschien moet ik even een stapje terug doen en vertellen. We hebben natuurlijk altijd de donatiediscussie in Nederland. Ging natuurlijk altijd over donatie na de dood, hè? Organen die na de dood beschikbaar komen. En wat we zien is dat de laatste aantal jaren het steeds beter mogelijk wordt om ook bij leven te doneren. En dat kan natuurlijk niet voor alle. Ik heb dit poepetje al meegenomen, maar het is eigenlijk een waardeloos poepetje. Want er zitten allerlei onderdelen aan die je niet kan missen bij leven. Maar nieren is een van de dingen die je wel kan missen. En nier, laten we ook duidelijk over zijn. Maar zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen. Eicellen bijvoorbeeld. Nou, dezelfde vraag maar weer. Wat zou een eicel doen? Ik zat er wacht door, wat zat ik ernaast? Ik wacht er 12 naast, dus ja. Dat zal dan wel ook in de orde tussen de 5 en 10.000 euro zijn. Ja, netjes, ja. Wat denken we? Eicellen? Eicellen, Ja. Weet jij wat eicellen zijn? Ja. Betaal je daar meer dan 5.000 euro voor zo'n eicel? Wie denkt van wel? In de West-Amerika. Meer dan 5.000 euro? Dus de rest denkt minder dan 5.000 euro voor een eicel? Ja. Nou, deze dame heeft de grootste voorraad van ons allemaal, als ik het zo even snel zie. Ja, hoe zit dat? Heeft zij zo'n grote voorraad? Je ziet het. Nou, je wordt natuurlijk wel geboren als vrouw met miljoenen eicellen. Ik ben niet zo heel stom te pers. Had ik ook hoor. Mijn grote excuses. Maar ik kom even naar voren. Want je hebt nog meer wat waard is. Want niet alleen vrouwen die wat waard zijn, dames en heren. Nou weet ik niet of dit een goed voorbeeld is. Ben jij, om maar meteen heel gênant te maken, ben jij besneden? Nee. Want, dames en heren, als wij besneden zouden zijn, dan hebben wij bedrijven in Amerika die van die voorhuidjes, die eigenlijk gewoon overblijven natuurlijk naar besnijdenissen, die worden gebruikt in de biotech en daar worden huidproducten van gemaakt. En dat zijn hele nuttige huidproducten, bijvoorbeeld voor mensen die doorlichtwonden hebben of brandwonden of meetwonden. Voel je al wat lekkerder? Een heel klein dingetje, zo'n voorhuidje. Ik bedoel, je kunt dan een brandwonden bij de biotech voor. Dat wordt opgekweekt natuurlijk in een lab, waardoor je enorme voorhuidje hebt. Hoeveel? Hoeveel? Ja, jij bent heel blij dat je hier staat. Ga lekker zitten, hoor. Applaus aan, heren. Nogmaals, excuses. Maar de mannen zijn dus ook wat waard. Goed, nou, we kunnen het over sperma hebben, maar dat gaan we nu doen. Maar ga ik maar links naar de eicellen? Ja, de eicellen. De eicellen. 5.000, daar waren we gebleven. Precies, 5.000. Nou is het in Amerika zo dat die eicellen redelijk gereguleerd is. Dus er zijn bedrijven die bemiddelen tussen vraag en aanbod. Hè. Dus ouders, wensouders die graag kinderen willen. En jonge vrouwen, meestal tot de 30, want daarna neemt die kwaliteit van die eicellen toch wel iets af. Die een beetje afhankelijk van uiterlijk, sportieve kenmerken, hoe atletisch je bent, wat je score is op het equivalent van de CITO-toets. Dus het gaat vaak om vrouwen die toch wel hoog scoren op muzikaal inzicht, intelligentie, sportiviteit. Tot ons grote verrassing, maar misschien moet ik het gewoon maar even vragen. Welke kenmerken, uiterlijke kenmerken denk je dat het goed te doen voor de eiceldonoren? Voor de eiceldonoren? Ja, dus welke vrouwen? Denk even mee. Lichtblauwe ogen. Nou, het leuke is, wij zijn in Californië geweest, waar heel veel van die bedrijven zitten. Ja.
En daar hebben ze een heleboel mensen met blauwe ogen en blond haar. Dus de donoren waar een groot tekort aan is, die het echt goed doen, dat zijn ofwel de Joodse eiceldonoren of Japanse, Koreaanse, Aziatische, omdat er gewoon daar een tekort aan is. Dus er zitten interessante trekjes aan die markt. Maar goed, wat gaan we dan doen met die markt? Want dan gaat het natuurlijk over het geheim bijcellen, sperma. Nee, hoeveel zijn die eitjes van Roos nou waard? Dat willen we weten. Nou, in Nederland... Je denkt, ik keer mijn tas om en dan ben ik klaar. Ik neem een poppetje mee om het een beetje anoniem te houden. Of naar kamerleden uitleggen. In Nederland krijg je er helemaal niks voor. In Spanje worden donoren zo'n €900 betaald. En nou, het is nu een beetje de vraag, in Nederland ook wel. Er zijn een aantal mensen, waaronder de auteurs van dit boekje, die hebben geroepen, misschien moeten we in Nederland ook moeten naar een systeem om een kleine vergoeding te geven. Geen fikse bedragen, maar gewoon mensen tegemoetkoming. Ja, maar, want wat jij zegt, nou, vind ik goed dat ik er niks voor krijg. Ik vind nog steeds het systeem, laat ik het dan maar voorstellen, wat we hier in Nederland kennen, waarbij je, waar je zelf ook al mee begon, dat voor een deel doet, hè, omdat er in je omgeving mensen zijn waarvan je denkt, nou, die zou ik het gunnen. Nou, dan gaat er natuurlijk een proces in, want het is niet zomaar iets. Dat vind ik zelf, nog steeds wel te verkiezen boven de handel, om het maar even zo uit te drukken. Je praat over vergoedingen, dat is anders dan handel. Maar dat is wel een grens waar je het over moet hebben. En ik vind het wel moeilijk over te steken, zeg ik in alle eerlijkheid bij. Omdat ik, je komt in situaties terecht. Nou, ik denk dat jij er veel meer van weet dan ik. Waar je natuurlijk een aantal landen, waar natuurlijk ook gewoon handel in organen plaatsvindt op basis van armoede. Ja. En ik zou toch niet in een land willen leven wat dat doet. En het introduceren van vergoedingen kan daartoe leiden. Laat ik het dan maar voorzichtig zeggen. Dat dan de mensen met minder geld eerder gaan doneren. Ja, welke nood je ook komt in. En ik zou daar dus echt heel voorzichtig mee zijn. Juist ook omdat het een proces is waarvan ik vind dat je die, zoals we dat nu doen, wat je in je omgeving heel zorgvuldig moet doen. Ik ken maar meer persoonlijk iemand die toevallig een keer naar mij toe kwam, een conciërge op een school, die daar met mij over begon, omdat zijn broer een nier nodig had. Mm-hmm. En nou ja, die vertelde over de gesprekken die hij daarover voerde. En dan denk ik, ja, dat vind ik toch te verkiezen boven een advertentie en een bedrag erbij. Ik zeg het maar even zoals het is. Ja, dat is de naam. Ja, moeten we gaan betalen voor de eitjes of moeten we het gewoon maar bij vrijwilligheid uit? Maar hoe zit het met de medische behandeling? Want je bent er niet zo mee klaar. Zeker niet bij eicellen, nee. Het is nogal wat. Wie betaalt dat dan? Nou, de zijn er, ik kan het verhaal wel uitbreiden, het gaat vaak niet alleen om eicellen, maar het gaat ook bijvoorbeeld om draagmoeders of om donorzaad wat nodig is. En je hebt bedrijven die het hele totale pakket bieden. Bijvoorbeeld ook voor homoseksuele mannen. Die hebben natuurlijk en eicellen nodig en een draagmoeder. Vaak gebruiken ze eigen zaad, maar als ze zouden willen, zouden ze ook donorzaad kunnen nemen. En als je dat bij elkaar optelt, allemaal wat dat kost, dus de medische behandeling, maar ook denk aan alle verzekeringen, hè? Juridische kosten. Er zit een flinke advocaat op om ervoor te zorgen dat de kinderen, de biologische kinderen, de juridische kinderen worden. Dat zijn allemaal, nou, alles bij elkaar kom je op ongeveer €1,5 ton in dollars. US dollar. Dus het, €1,5 ton, dat is een duur kind. Nou ja, niet iedereen kan dat betalen. Dus het argument van armoede aan de ene kant en rijke mensen die zich anderen kunnen veranderen. Dus dat die dat wel kunnen aanschaffen. Ja, klopt. En nog even veranderen. Hoe is dat in Nederland geregeld? Nou, in Nederland is het bij wet verboden om winst te maken, maar ook om te betalen. Niet de winst, maar als je het voor vrienden doet. Dus in Nederland, in het ziekenhuis, dat valt gewoon onder de verzekering. Oh. Dus in Nederland is het wel dus via het publieke zorgsysteem. Ja. Daar is ook nog wel discussie over geweest. In de aantal vergoedingen, dat komt ook iedere keer weer terug. Dan krijg je het tot 3 keer vergoed. Dus als het daarna niet is gelukt, je ziet dat mensen vaak naar het buitenland gaan. En dan gaan mensen weer over nadenken, waar is het, als je zelf moet betalen, waar is het goedkoop. En dan is België, Spanje, Amerika is niet het goedkoopste land. Er zijn wel allerlei mogelijkheden. Dus nieren, eitjes, voorhuid, wat is er nog meer te koop? Nou, we zien dat bloeddonoren worden betaald. Niet in Nederland natuurlijk, wel in het buitenland. Kleinere bedragen.
Nou, in sperma hebben we het over gehad. Draagmoeders die doen in Amerika zo'n 22.000 dollar krijgen die vergoeding. Maar goed, als je dat per uur gaat uitrekenen. Maar goed, eigenlijk alles wat je bij leven kan doneren. Lees vooral het boek. Lees het boek. Goed. Nou Ingrid, het zit er alweer op. We hebben steeds een blokje van een half uur. Straks bent u natuurlijk aan de beurt, hè, als we hier van het podium af zijn. Ingrid, blijf nog even zitten. Straks komt Floortje hier zitten. Nou Roos, we gingen ver, hè? Ja. Ja, maar dat is wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt met technologie, dames en heren. Dat is ook waar het Raad van het Instituut voor is, om die technologieën eruit te pikken waarvan je denkt van, hé, dat komt wel dichtbij. Willen we dat wel? En daarom deze discussie. En over een half uurtje nog een keer. Maar eerst een hartelijk applaus voor Roos Vermeijen. En power to the people, take it away.